De regering doet er alles aan om ervoor te zorgen dat er continuïteit van beleid is op het ministerie van Financiën en Planning, nu Armand Agaay-Wersing zijn functie als minister neerlegt. Het staatshof heeft vandaag in de Nationale Assemblée de samenleving gevraagd de ontwikkelingen in deze kwestie af te wachten. Het parlement zal spoedig vernemen hoe de regering met het besluit van Agaay-Wersing zal omgaan. We zullen in ieder geval alles eraan doen dat er geen stagnatie ontstaat voor wat betreft uitvoering van het beleid binnen de regering en nog minder op het ministerie van Financiën en Planning. En we zullen alles eraan doen, ongeacht wie daar komt, meneer de voorzitter, dat het goede werk van deze minister wordt voortgezet daar op het ministerie van Financiën. Het staatshoofd haalde aan dat de regering respect heeft voor het besluit van de bewindsman die om strikt persoonlijke redenen zijn ontslag indiende. Santokki vraagt hiervoor respect te hebben. Ik als president heb veel respect daarvoor, voor de persoonlijke omstandigheden en persoonlijke beweegredenen. En ook de privacy van de minister vraag ik u om dat zoveel mogelijk ook te willen respecteren. Minister Agaay-Wersing heeft op 13 augustus zijn besluit aan president Santokki schriftelijk bekendgemaakt.